Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Omega Avatar Lock met, of Omega Ruby Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Hallo. Och, hij heeft weer iets grappigs gedaan. Ik hoor het al meteen aan zijn stem. Nee. Dit keer moest ik lachen omdat je Omega Avatar Lock zei. Oké, Sander. No offense, iedereen kan een foutje maken natuurlijk. Nee, oké. Okay. Ik wil eventjes één ding zeggen. Ik zei volgens mij vorige aflevering van, ja, ik moet mijn arm trainen. Niet gedaan. Just saying. Nee, oké, goed. Goed maar, om te weten. Ja, voor de kijkers die denken misschien straks van, nee, wat doe je nou? Wat doe ik nou? Val je al naar beneden? Of ben je nou, nog niet in de... Nou, dat niet, maar okay. Ik denk dat ik het soort van verpest. Nee! Poggers. Oké, deze is wat lastiger dan die ik gewend ben, volgens mij. Is dat zo? Ja. Oké. Oh, je kunt hier opstappen gewoon, joh. Oh, oké. Ik denk dat kan niet, maar kan juist wel. Dat kan allemaal, Sander. Dus, hoe sta je ervoor met de Diamond and Pearl remake, zeg maar? Ik ben erg blij. De remake zelf denk ik van dat die niet zo heel boeiend gaan zijn. Maar het feit dat we gewoon waarschijnlijk binnen een half jaar twee... Niet nu binnen een half jaar, maar als die eerste uitkomt zeg maar binnen een half jaar nog een tweede game krijgen met Legends zeg maar. Ja, daar heb ik echt wel vertrouwen in dat dat echt heel vet gaat worden. Ja. Ja, dat snap ik wel. Want inderdaad, waar mensen over klagen, dat chibi style zeg maar. Ik zie ook inderdaad, ik vind het ook niet echt per se leuk of zo. Maar het is wel gewoon een mooiere Diamond and Pearl. Dus ik ben op zich tevreden. Nou, je hoort mij niet klagen. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg blij op een manier dat je wel gewoon nog echt de Diamond and Pearl looks hebt. Alleen dan... beter, zeg maar. Ik vind dat zelf gewoon mooi. Ik snap wel dat mensen het niet mooi vinden. Maar ja, voor mij is dat echt perfect. Dat is hoe ik het wil. Oké, nou, dan is het helemaal top. En je krijgt ook nog gewoon een soort Sword and Shield-achtig art game. Dus dan is het toch ook voor iedereen goed. Ik ga niet klagen, ik ben gewoon tevreden inderdaad. Ja. En ga je nu wel een Switch halen? Ja, waarschijnlijk wel. Nice. Ik heb hem gezien op Amazon eindelijk voor een redelijke prijs. Dus misschien binnenkort. Dat zou wel vet zijn. Ik zit me wel een beetje te twijfelen, want ik denk wel van ja, het is wel geld, maar. Ja, maar kijk hoeveel plezier je eruit kan halen. Ja, daarom. Dus komt vast goed. Dus. Ik moet tegen Leider Wallace. Oh, wat? Ik moet nog tegen zo'n gassie. Oh ja, ik heb alles kunnen ontwijken. Ja, nee, ik had een foutje gemaakt. Oeps. En dit is als het goed is, maar ik wil me eigenlijk mezelf niet jinxen. Maar als het goed is, is dit een makkelijke gym voor mij. Want ik heb allemaal Pokémon's die allemaal super effective zijn op zijn Pokémon's. Ja. Ah, dat is wel gunstig. Dit is water gewoon, hè? Ja. Ja, tuurlijk, want ik heb al twee water Pokémon verslagen. Mm-hmm. Dus... Ja. Oh, kut. Moet ik nu nog één gast? Oh, dat had ik niet verwacht. Oeh, hij heeft Ice Beam. Oh jee. Volgens mij ben ik echt bij de laatste gast, precies. Oh. Oh, Ludicolo. Die wordt iets lastiger. Voor mij. Oeh. Ai, ik weet niet echt goed zeggen wat ik tegen een Ludicolo moet doen. Dit is voor mij echt een ideale gym. Ik heb twee gras-Pokémons. Ik heb een elektrische Pokémon. En ik heb een ijs-Pokémon die freeze-dry kan. Dus ik heb niet zoveel problemen, denk ik. Ja. Ja, dat snap ik dan wel. Laten we gewoon een close combatje doen. Misschien dat dat een beetje goed werkt op deze Ludicolo. Oh! One hit KO. Rotse vlot, zoals het hoort. Jouw Ludicolo. Dus, ja. Mooi. Gerrit ook nog een leveltje omhoog. Prachtig. Mijn koffer nu. Moesje. Ja. Ik zit allemaal op, SO, joh. Oké, ik wil gewoon naar Wallace toe. Oké, mag dat ook? Ja. Oh, het mag. Oh, wat lief van ze. Het is een feest. Ik moet nu wel... Oh, moet ik helemaal de gym uitlopen nu?
Omdat volgens mij wel. Omdat je het kut op te resetten, wauw. Ja. Bro, hij was alles beter. Toen kon je nog gewoon... Nee. Wat? Huh? Hij is er zit nog steeds een crack in. Oh. Hè? Oké. Okay. Is raar, ik kan gewoon eroverheen lopen nu. Oh, raar. Over cracks in het ijs. Dat is very raar. Ja. Ja, nou, ik wou het niet zeggen, maar ik vond het in ieder geval... Ook very raar. Ja, very, very raar. Oh, wat? Er is er nog één? Oh, Jezus. Wat heeft Jezus er nou mee te maken, Sander? Die heeft deze game gemaakt, technisch gezien. Als jij dat gelooft. Nee, dat is niet helemaal waar. Ja, Jezus leeft, heb ik laatst gehoord toen ik de stemwijze deed, dus... Heftig. Flauw grappie. Even kijken. Oh, ik heb alles al verslagen. Yes. Ik niet. Very nice. Nee. Ah, oh, kut. Ik moet dus nog één gastje vechten hieronder. Waarom kan ik... Een echte heer krijgt elke puzzel. Dat is dus ik ben geen echte heer. True story, bruh. Nou. Dat is, dat vind ik niet zo... Ice Fang, nee! Oké, Funkai leeft nog. Ga ik het risken? Ja. Risk it for the biscuit. High risk, high reward. Dat zeggen ze, ja. Ik heb waterval gekregen. Dat is wel nice. Ik heb... Oh. Nee, ik ga die grap niet maken. Ongeduld gekregen. Oh. Ja, van al die onnodige mensjes bevechten. Ja, het leven is soms zwaar. Ja, nou, soms. Oké. Okay. Ja, nou, dat kan. Ja, dat kan gewoon. Ja, gelukkig kan ik nu de eerste twee gewoon recht doorlopen. Oké. Okay. Hoe moet dit? Dat zal ik jou eens vertellen. Met magie. Ja. Met magie. Dat is kut. Nu weet ik het nog steeds niet. Oh. Ja, hoe moet dit? Ja, je moet gewoon alles raken zonder eentje nog een keer te raken. Ik had alles in één keer goed. Maar ik ben ook een echte heer, want ik raak elke puzzel. Nou, ik moet zeggen... niet zo heel lekker met die puzzeltjes bij mij. Beetje jammer weer. Ah, ik ben altijd slecht in van die ijspuzzels. Dus er wordt meer per dag. Ijspuzzels heb ik nog gezegd. Als je mijn oude video's kijkt en dan dat ik zo'n schuifpuzzel moet doen. Oh, Jezus. Ja, die kan ik ook niet. Schuifpuzzels, daar ben ik ook heel slecht in. Dat is echt niet. Vooral die van professor Layton en dan dat je dan zo'n balletje ergens uit moet schuiven, weet je wel. Ik kan ja, wel. Of dat je twee moet verwisselen. Oh. Ja, dat zijn echte kutpuzzels. Nee! Wie is er dood? Ik. Nice. Mijn motivatie bedoel ik. Oh. Oké, nee! You alright? Nee. Zo'n gevoel had ik al. Ja, nee, dit gaat echt... Dit is echt trash. Hoe moet die laatste... Hoe moet je ongeveer lopen? Want ik doe het fout. Ja, hoe leg ik dat uit? Als je hem niet ziet, is het lastig om uit te leggen. Ja, oké. Okay. Kan ik me wel voorstellen. Korsela. Ik doe het wel gewoon allemaal met die jong. Wat een gedoe. Wat een gedoe. Gewoon de gym die je verslaan. Ik ben verdomme 20 levels hoger dan deze Tentacruel en ik kan nog niet wegrennen. Classic Pokémon moment. Echt, hè? Dus. Nee! Oh, ik dacht dat ik deze al verslagen had. Je hebt het wel goed, hè? In dit spel. Nou, in principe, ik heb ze wel allemaal won in KO. Het enige ding is...
ik kan geen trainers ontwijken, schijnbaar. Big oef. Ja, echt hoor. Echt hoor, wat nonzin. Kunnen ze niet gewoon een Pokémon game doen zonder trainers? Gewoon alleen maar... Nou, dat wordt niet echt een leuke Pokémon game dan. Gewoon alleen gym leaders en Elite 4. Let's Go was best wel... ja, die hadden wel trainers. Maar ja, die waren ook niet echt dat je denkt van... Oeh, die zijn moeilijk. Ja. Let's Go Pikachu en Eevee. Ja, de trainers moeten gewoon minder zijn. Nou, ik vind trainers ook wel wat hebben. Wat? Ja, ik heb dus geen enkele trainer hoeven te verslaan. Als je goed bent in deze game, dan of in die gym, dan hoef je geen enkele trainer. Nee, want die oude vrouw moet je toch sowieso verslaan? Nope, je hoeft niemand te verslaan. Dan doe ik het sowieso fout. Dat klopt. Oké, dit is hem. Dit is hem. I feel it. Je kan het, Sander, ik geloof in je. Oké, dit gaat hartstikke goed. Dit gaat perfect. Dit gaat echt ultra goed gewoon. Sander, ik ben in Evergrande City. Nou weet je dat dat was. Gast. Oké. Oké, nu moet ik... Nee, een trainer bevechten. Ah, nu lukt het niet meer. Very dus sad. Als het naar voren loopt, kan het niet meer. Meen je dit? Wat een scam is dit. Jee, nou echt. Mag ik mijn geld terug, Gang Freak? Of hoe zit dat? Wat van de rom? Nee, we spelen dit op een echte 3DS. Kijk, ik heb hem hier niet liggen. Ik bedoel, ik heb hem hier in mijn hand en ik moet druk op de game. Dus ik kan hem eventjes niet omhoog houden. Precies, maar, precies. Ja, geloof ons maar. Dus Nintendo, als je dit kijkt, love you. Ik ga deze game ook gebruiken als Shiny Hunt game. Hè? Had ik dat al gezegd tegen jou? Volgens mij nog niet. Nee. Om als tweede scherm te gebruiken als Shiny Hunt game. Op zich, op zich. Dus. 420 Blazer. Trouwens, heb jij... Ik heb laatst Sun and Moon League gezien. Heb jij hem ook gezien? Nee. Of echt Pokémon League wint? Nee. Wat een bullshit trouwens. Hè. Alweer? Ja, nee. Hij wint wel, dus in dat opzicht is het minder bullshit. Maar op een gegeven moment moet hij tegen Guzma. En hij weet gewoon niet dat zijn eigen Pokémon... Emergency Exit Ability heeft. Zo van... What the fuck? Ja, stop. Echt? Ja. Wat ja, een waardeloos. Professor Kukui, of hoe die ook maar heet... Yeah. Komt er ook niet achter. Rotom Deck snapt het niet. Niemand snapt het. Zo van... Wat is dit? Ik vond dat echt bullshit. Dat is het ook. Ik bedoel... Op zich, hij was wel te kijken hoor. Moet ik hem nu opnieuw doen... Ik dacht, yes, ik heb hem. Nope. Maar je had hem niet. Nope. Ik ben ook genaaid, soort van. Want ik moet een Pokémon met strength bij me hebben. En er kan maar één Pokémon kan er strength van mijn team dan, hè. En die heeft al aanvallen, heel veel HM aanvallen. Dus dan moet ik een goede aanval wegdoen. Daar heb ik ook niet echt zin in. Oh. Dus... Ja, dat is goed. Dat is kloten. Dat is kut. Ik ga nu dezelfde fout maken, of niet? Ja. Fijn. Welke Pokémon zal ik? Oké. Nee. Dit werkt. Als ik het nu zo doe... Wacht, als ik nu... Ja. Ik heb hem. Ik ben trots op je, Sander. Hé, nou, ik ben er eindelijk. Oh, ik ben nu wel vergeten te healen. Ah, boeien. Oh, jij bent Wallace. Oh. Ja, dat wist ik niet. Had je dat niet even eerder kunnen zeggen, joh. Dus. Ik snap echt niet waarom ze dit Evergrande City hebben genoemd, terwijl er alleen een Pokémon Center staat. Maar hij blijft zo groot als dat hij is. Dus in dat opzicht is het ever
Grand City. Maar hoe kunnen ze het überhaupt een city noemen? Goed punt. Oké. Mijn eerste beurt ga ik al direct verpesten. Nee, grapje. Zoals het hoort. Ja, gewoon eventjes zo'n HM of HM. Zo'n HP healing item gebruiken. Mm-hmm. En dan kan Funkai gewoon sweepen, jongens. Dan komt helemaal goed. Is behalve helemaal als hij een ijsaanval doet, dan ben ik fucked. Ik ben fucked. Een pokeball. Sweep is... Ah, nee, hou op. Nee. Moet dit? Ja, dit moet. Oh. Dit is toch. Hij raakt gewoon, hè. Ondanks de confusion. Wat een held is... Fun guy. Milotic. Oké. Ik ga gewoon met die. Fuck it. Soms moet je het risico nemen. Nou, ja. Ik doe dat dus heel vaak. Nou ja, aan je dead counter te zien valt dat best mee. Ja, aan mijn levels te zien ook. Hydro Pump. Ja, dat gaat echt niks doen. Dat zeg ik, dat gaat echt niks doen. Doe je Rock Slide aanval, Muddy. Let's go. Maak deze Milotic af. Bitch dat het is, zo. Oeh, die trainers in de Victory Road zijn pittig. Oké. Ja, dat geloof ik best. Ik ben benieuwd of ik weet hoe deze Victory Road überhaupt moet. Aangezien ik deze gym puzzle al niet eens kan, hij is wel anders dan. Volgens mij is deze Victory Road niet zo heel moeilijk. Voor jou of volgens mij? Nee, volgens mij. Oké. Durf ik dit? Als ik niet als eerst ben, ben ik dood. Oh, dan weet hij vast eerst. Aangezien het geen versus of cage lock is. Ik ga gewoon healen, wat vinden we daarvan? Oh, ik kan niet healen. Dan ga ik switchen. Rip, big rip. Oké. Cilio, oh, dat is wel gevaarlijk. Voor hem. Dan ga ik toch Muddy gebruiken. Ik moet terug, want ik heb helemaal geen healing items. Dat moet ik mezelf niet aandoen. Wat moet dat moet? Want het is ook nog eens zo dat we tegen Wally op een gegeven moment moeten. En hij is ook niet per se makkelijk, dus... Is hij niet makkelijk? Ik dacht dat hij altijd al maar een rol zat. Dat hij echt easy kill was. Ja, maar hij heeft straks volgens mij een Mega Gardevoir. Dus, of een Mega Glade. Oh. Ai. Oef. Ai. Oeh. Dat is minder. Ai, oeh. Seeking is dood. En dat is volgens mij ook zijn laatste Pokémon. En dan kunnen we nu genieten van onze heerlijke badge. Ik ben trots op je, Sanne. Op naar de Victory Road! Zo. Oké, ik heb Albert verslagen. Wat? Deze badge is leem. Pokémon. Oké. Heb ik toevallig een escape rope? Dat zou me wel helpen. Ja. Ik wou iets heel doms zeggen. Ik wou vragen... Hey, heb je in de randomizer gezet dat elke HM-move aan iedereen geleerd kan worden? Toen bedacht ik me... Oh ja, wacht. Het is geen randomizer. Ja. Lekker bezig, Sander. Hey, in my defense. Defense dus, denied. Mijn defense was niks. Dat was een joke. Oh, De joke ging compleet over je heen. Ja, maar laatst had je ook een joke op Twitter. Die snapte ik oprecht niet. Want ik ging de joke zoeken, maar kon de joke gewoon niet vinden. Ah, disrespect hier, hoor, hè. Nee, echt. Dat was gewoon echt hoe het gebeurde. Daar had ik ook niks in. Oh, ik dacht dat je bedoelde van... De grap was zo slecht, ik snapte hem. Nee. Ik snapte hem oprecht niet. Oh. Ja, ik tweet veel. Dus voordat ik die gevonden heb...
Ja, 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 jij zei echt tegen mij. Ik weet niet bij me eventjes, moet opzoeken. Oh, dat ging over het feit dat heel veel apps vertelden aan mij dat ik jarig was. Dat ik dacht van, nou, dat weet ik zelf nog niet. En toen zei jij, ja, maar straks vergeet je een cadeautje te kopen. En toen zei ik, ja, maar het gaat dan hier om mijn eigen verjaardag. Ja, dat was de hele grap. Je moet wel... Ja, maar het was een slechte grap. Het was... Nee, maar... Ja, maar je zei net dat je hem echt niet begreep. Je zei niet van... Nee, ja, ik begreep hem echt niet, omdat ik heb daaraan zitten denken. En ik dacht van, ja, dat is niet echt een grap, nee, dus dat zal het wel niet zijn. Het was sarcasme, zo van, ja, maar ja, wat nou als je een cadeautje vergeet te kopen? Oké. Dat was sarcasme. Ah. Ik hou het niet meer van het lachen. Sommige mensen hebben niet het IQ van professor Layton, schijnbaar. Zoals jij, waar zijn we net achtergekomen met die ijspuzzel? Waar moeten we naartoe? Dat bedoel ik. Je moet naar Evergrande City. Ik zou op de onderste pagina, weet je wel, die area nav? Ik heb hem. Oh, nou. Zeur dan niet. Where will you fly to? Oh, je kunt hier naar routes vliegen, toch? Dus kan dat niet? Je kan toch naar routes vliegen? Oh, nu. Niet in het water schijnbaar. Nu heb ik op een andere route geklikt en nu ga ik daar naartoe. Oké. Wat voor. Goed bezig, Sander. Dan krijg ik een bike. Ja, ook. Jij gaat echt Seacard inhalen. Inhalen? Ik stond toch al voor. Nou ja. Maar ik moest net wel terug. Ja, niet echt. Maar ja, ik moest net wel helemaal terug, hè, voor... Dubbel battle. Het is ook niet slim om gewoon het hele stuk te gaan lopen, maar ja. Ben je wel in de victory road dan? Nee. Oh, okay. Ik ga nu naar Evergrande City. Oké, ja. Oh, kut, ik... Zolang die geen attacking move doet, is het goed, toch? Mijn laat die as. Ja. Want hij is nu in battle. Heb je geen enkele Pokémon die fly kan? Nee. Sad. Ik kan niet switchen, want anders wordt het echt een probleem. Dat is echt kut. Nu moet ik deze Golbat gaan verslaan met mijn Vileplume. Hè? Ja. Nee, ja, dat is balen. Oh, Acrobatics. Oh jee. Oh, dat is vervelend. Gaat het allemaal goed daar? Jawel. Alleen het is gewoon vervelend dat ik tegen een Golbat moet waar ik niet van weg kan rennen of kan switchen. En hij heeft Acrobatics, dat super effectief is. Ja, nee, dat is... Ik ben wel 15 levels hoger, maar ja. Moet je ook diven om naar Evergrande City te komen? Nee. Want ik kan dat niet. Dan kan ik heel veel dingen niet, maar dat... Boah. Oh, nog een battletje. East Trainer en Liam. Oh nee. Ik dacht even van, echt? In Johto zit er wel echt een Birdkeeper Toby, hè? Echt? Ja. Nice. Daar heeft hij zijn naam ook vandaan, omdat hij natuurlijk Toby heet. En hij op een gegeven moment tegen een Birdkeeper Toby moest. Ja. Dat is, is op zich wel leuk gevonden. Zij ik na twee keer gevonden. Sst. Chicalex Spike. Maar ik ben in Evergrande City. Waar alles groot is. Voor altijd. Ja. Yeah. What a. Oh, woep woep. Oké. Een Poke Center. Wow. Oh, het is oprecht alleen maar een Poke Center. Ja, het was geen grapje, dat is echt waar. Ik denk,
Oké, er is een pokercenter en misschien wat huisjes, maar... Nee, het is echt alleen een pokercenter. Ja, ik zie het. Ik sta op de berg van Evergrande City. Duitsers maken geen grapje. Oh, wacht, ik ben geen Duitser. Zijn je Duitsers? Ken je die reclame niet? Nee. Duitsers maken geen grapjes. Dat is zo'n autoreclame. En dan zo, en dit zit in de auto. En dit zit zo'n Duitse verkoper. Ja, dit zit in de auto en dit zit in de auto. En dan zegt die gast zo van, oh, dat is, nee joh, dat is een grapje zeker. En dan zegt iemand zo heel serieus, Duitsers maken geen grappen. Ah. Ja, nee, ik kijk heel weinig reclames. Het is ook een oude reclame hoor, die is nu ook niet meer op tv, maar... Hoe oud is hij? Nou, het zal zijn, een jaar of 5 of zo. Ah, oké. Ik doe fucking weinig damage op deze... Om ik 2010 reclames, maar oké. Ja, maar net... Maar dat is hetzelfde als met games. Ik denk ook altijd dat Assassin's Creed Black Flag is dus in 2013 uitgekomen. Maar het voelt echt alsof dat 2 jaar geleden was. Mm-hmm. Voor mij dan, hè? Ja. Ik heb dat echt. Op met die Direct. Deze games, of X en Y was dat, die zijn ook gewoon 2013 uitgekomen. Ja, ja. En ik denk van, wat? Dat voelt als bijna als gisteren, joh. Yeah. Nee, maar wel gewoon... Nee, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Maximaal 5 jaar geleden of zo. Mm-hmm. En dan is het gewoon echt al 7. Wat? Ja, vind ik echt 8 inmiddels, hè. 2021. 8. Correctie. Ja, je hebt ook nog gelijk ook. Verbaas je dat? Nou, ik ben wel zo'n gast die de helft van het jaar dan nodig heeft om in plaats van 2020... 2021 te schrijven, zeg maar. Dat ben ik wel. Lekker bezig. Maar, ik hou het wel altijd een jaar lang vast, zeg maar. Want ik doe dan de tweede helft heb ik gewoon 2021. En die neem je mee naar de eerste helft. En die neem ik mee een half jaar naar 2022. Je kunt eigenlijk elk jaar getal invullen. Yeah. Behalve in 1999. Toen had ik het niet gedaan, want toen kon ik nog niet schrijven. Precies. Sander, ben je op dit moment in battle? Dan gaan we hier de aflevering beëindigen. Ik vind het helemaal mooi. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we verder in Victory Road. En dan komen we als het goed is al aan bij de Pokémon League. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Ga zeker naar Sander's kanaal om op zijn kanaal te abonneren. En zijn video's te kijken. En te zien hoe die doodgaat in de Minecraft Lost Kingdom gebeuren. Door Paddy. Hey, dat hebben ze al lang gezien als dit online komt. Nou, maar je kunt wel zien hoe ik Pokémon verlies in Master Mode. Zeker. Dus ga dat zeker doen. Tot de volgende keer. Adios, amigos.